Hallo zwemteam. Jullie zijn met z'n vieren. Dat komt omdat Yin-Yin een klein griepje heeft. Hebben jullie er zin in? Ja! Dat is fijn om te horen. Hebben jullie je huiswee gemaakt? Ja! Veel gezwommen? Ja, ik doe steeds op donderdag. Nog steeds 2 keer per week. Ik zwem 2 keer per week. Heel goed. Maria? Ja, ik zwem 1 keer per week, maar het gaat wel goed. Jongens, dit is een belangrijke dag vandaag. Want de volgende keer dat we elkaar zien, is dat we in het open water gaan zwemmen. En dan gaan we kijken of je je diploma kunt krijgen. Vandaag gaan we even kijken of iedereen dat kan. Want als het blijkt dat je er nog niet klaar voor zijn, kunnen we je niet meenemen. Want dat is ook veel te gevaarlijk dan. Je moet wel kunnen zwemmen. Doe je best vandaag. Het wordt wel echt heel erg spannend vandaag. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik denk ook dat alles goed gaat. Als ik doorga, dan ben ik echt super mega blij. En als ik niet doorga, ja, dan moet ik maar blijven oefenen. We beginnen zo met een test. Een survival test. We hebben zo meteen hele gevaarlijke dieren. We hebben hem niet voor niks bij ons, hè? De krokodil. De krokodil. De eerste oefening die we gaan doen is dat jullie straks lekker op de krokodil een stukje gaan dobberen. Ja. Die krokodil die krijgt een beetje trek en die denkt, ik ga jou opeten. Dus die gooit jou eraf. En wat ga jij dan doen? Zwemmen. Dus je gaat gewoon met een zwemslag naar de kant. Zien jullie die pionnetjes staan? Ja. We gaan zo meteen erin. Dan zwem je tot aan de pionnetjes. Dan ga je van de krokodil af en dan kom je terug zwemmen. 3, 2, 1, ja! Maar borstkomen met je armen, Haley. Ja, zo ja. Oh, jee! Snel wegzwemmen, allemaal krokodillen in het water. Laat je voeten maar los. Supergoed. Nou, ga maar door. Doe je hand maar hier. Hoe ging dit? Goed. Ja? Ik vind het heel goed. Bennies, wat ging er mis? Ik ben niet naar de kant van de team te tikken op het doorlossen. Ben je bang? Beetje. Ik ben bang dat ik naar beneden zink. Ik ben een mini beetje bang, maar het lukt me toch. Ja, maar het lukt toch. Omdat die kinderen het al heel dapper deden. Ja. En dat jij gewoon nog wat meer moet oefenen met in diep water zwemmen. Ja. En dan word je ook wat vrijer in diep water. Dan kan jij dat ook leren. Oké, wat gaan we nu doen? Ja, we gaan naar het andere bad en dan gaan we een duiktraining doen. Gio heeft de zwemslagen al goed te pakken. 5 spetters. Voor sommige anderen bleek het nog een beetje te spannend. Hallo, welkom in mijn kamer. Ik heb hier heel veel knuffels. Even voorstellen, dit is Eva en dat is Lisa. Uiltje, Pip, Bibi. Dit is Hekse Wijsneus, VDV, Belle en Bing. Draakje zit hier altijd en die heeft een heel overzicht over heel mijn kamer. Veel knuffels, hè? Maar er is er eentje, die brengt mijn geluk. En dat is Bloempje. Bloempje is mijn mascotte. En als ik zenuwachtig ben, dan heb ik haar altijd bij me. Omdat ik me dan veel dapperder voel. Als ik moet afzwemmen, is Bloempje er natuurlijk wel bij. Maar niet in het zwembad, want anders kan ik er niet meer mee slapen. We gaan duiken. Jullie maken zo'n duik in diep water. En dan gaan we kijken hoe ver jullie al onder water kunnen zwemmen. En er is niemand in het water die je gaat helpen. Nee. Daar waar je boven komt, zetten we een pion neer. Dan krijgen jullie een training. Hoe je moet duiken en hoe je ver onder water kunt zwemmen. Dan doen we het nog een keer en zetten we weer een pionnetje neer. Dan kijken of je verbeterd bent. Maar jullie hebben wel eens gedoken, toch? Ja, joh. Ja, dus laat me even zien wat je in huis hebt. Haley, ik heb voor jou een geel pionnetje. Die zet ik dan daar neer waar jij naar boven komt, hè? Succes. Daar ga je. Oh. Nou, dat is ongeveer 2 meter, denk ik. We gaan naar de man onder ons. Ga maar. Mooie duik. Prachtig. Ja. Wow. Ietsje hier, want ik zag je badmuts hier naar boven komen. Goeie duik. Ik vond het, ben ik, hè. Dat ook niet. Ik vond het goed. En lekker afzetten met je voeten. Ja. Lekker, Maria. Een paaspionnetje. Hoppakee. Hier, best wel goed. Lekker.
Goed? Ja hoor, prima. De eerste hebben we gehad nu. Hoe ging het? Nou... Goed, hè? Heel goed, jullie durven. Ja. Dat is al heel belangrijk. We gaan nu aan werken hoe je nog beter kunt duiken. Waardoor je ook verder komt, denk ik. Hè? Hoe beter je duik is, hoe verder je komt. Wist je dat? Men vroeger in het water dook om op jacht te gaan naar eten. Tegenwoordig is duiken belangrijk voor je veiligheid. Stel je valt in diep water of je vader neemt de verkeerde weg. Dan is het fijn om onder water te kunnen zwemmen. Met je ogen open om te zien waar je heen moet. Springen is nuttig en leuk. Ben je er goed in, dan kan het op allerlei manieren. Maar ja, je kan ook overdrijven. Ik heb klaargelegd 4 plankjes. Dan gaan jullie zo met je knieën opzitten. Juist. Ja? Plak je armen tegen je oren aan. Nou ga je met je vingers het water raken. En dan voel je dat je billen omhoog komen. Voel je dat? Het enige wat je doet, is je voorover laten vallen. En dan gingen jullie mooi gelijk naar de diepte, hè? Doen we nog een keertje. Billen omhoog, kijk naar je navel. En laat je maar vallen. Wow! Kijk Gio gaan. Supergoed! Volgende oefening gaan we gehurkt. En laat je maar vallen, ja. Nou, dat lijkt al een hele mooie duik. Af. Oh, Gio. Super. We gaan proberen uit te drijven. Let op, armen langs mijn oren weer. Ik kijk naar mijn navel, zodat mijn kin op mijn borst is. En niet dit gaat doen, hè. Want dan kom ik gelijk naar boven. Dus ik kijk naar beneden. Onder water maak ik me lang en strek ik me uit. Zo snel. Zag je wat ik onder water deed? Trappelen. Trappelen, heel goed. Dus ik bleef heel lang met mijn armen en ik kon trappelen met mijn benen. Mogen jullie ook gaan proberen. Het eerste wat je deed was je hoofd omhoog. En wat gebeurt er dan? Ga je gelijk omhoog. Gaat je alles omhoog, hè? En dan kom je plat op je buik, dat doet zeer en je gaat niet diep. Dan kijk eens even, spetterbeen aan. Oh, en goed geluisterd, zeg. Maria. Kijk mee naar voren. Ik draag toch niet goed naar mijn navel. Ja, kijk inderdaad niet goed naar je navel. Hartstikke goed. Dat gaan we nu wel doen dan, hè? Ik denk dat Haley zich niet afzet, hè? Ja, dat denk ik ook. Haley. Die benen van jou, die waren een beetje krom. Dus probeer als je afzet, komt er daarna gelijk zo lang mogelijk. Als ik zo naar de pionnetjes kijk, is het redelijk. Wat kan beter? We hebben nu goed geoefend met duiken, we hebben hard getraind. Eigenlijk zouden we iemand moeten hebben die een beetje de puntjes op de i kan zetten. Want volgende week is het afzwemmen voor het SEP Sport Zwemdiploma. Hè? Even aanpoken. Dat moet goed. We moeten eigenlijk iemand hebben die heel goed kan duiken. Wie? Ranomi, Chromo, Wie, Jojo. Ja, natuurlijk! Ranomi, Chromo, Wie, Jojo. Ze won goud op het EK, WK en de Olympische Spelen. Iedereen wil wel leren duiken van zo'n gigant. Het zwemteam krijgt die unieke kans. Wow! Oh my god! Cool, hey. Kijk, hier komt ze aan, hoor. Hallo! Hey. Ja, hallo. Hallo. Wat goed dat je er bent. Ja, wat goed dat jullie er zijn. Wow, het is gewoon daar nou heel cool. Dit zwemteam is een aantal weken geleden begonnen. Konden niet zwemmen. Wat vind jij er nou van? Dat er nog steeds kinderen zijn die niet kunnen zwemmen. Ja, dat vind ik wel jammer. Ik zou heel graag zien dat alle kinderen in Nederland en eigenlijk in de hele wereld kunnen zwemmen. Goed, deze gaan het nu wel goed leren. Hè? Dus ze zijn wel aardig goed bezig. Maar duiken, dat gaat nog niet helemaal lekker. Kijk, blauw, die kwam daar. En paars kwam daar. En roze hier. En geel. Het is heel lief. Ik ben wel heel benieuwd. Maar ja. Doe maar één voor één. Ik wil van jullie alle 4. Alle 4? Ja, alle 4 zien. Goed hoor. Mooi. Ja. Volgende. Ja. Ja, en dan kunnen we nog wel iets zelfs beter. Maria. Ouch. Dat lijkt me best pijnlijk voor Maria. Dit wil een beetje pijn, maar ging wel heel goed. Netjes hoor. Nou, het ziet er allemaal prima uit, maar eigenlijk wat jullie alle 4 nog beter kunnen doen, is echt je benen gebruiken. Dus eigenlijk als je gaat duiken,
Dan moet je keihard naar voren springen. We gaan nu met het tweede stukje van de duik bezig. Dat is stroomlijnen. Dus er gaat niks eng schuren. Nee, eventjes. Ja, dus dat is de perfecte stroomlijn. Perfect. En je benen wil je eigenlijk ook bij elkaar hebben. En iets omhoog. Beentjes naast elkaar. Ja, helemaal goed. Het voordeel hiervan is... is dat je heel weinig weerstand hebt. Dus je wil jezelf zo lang mogelijk en zo smal mogelijk maken. Dan kan het water helemaal langs je lichaam. En dan ga je heel snel naar voren. We gaan de grote finale doen en dan is het de bedoeling, of dan hoop ik, dat jullie verder komen dan waar je pion net stond. En maak je lang, hè? Zo lang als ze, noem het iets langs. Frikandel! Kijk eens, Maria, waar ik de pion heb gezet. Veel beter. Metertje, zal ik die even een present voor je? Doe maar! Ja, ja. Kijk even. Zo. Dit is de definitieve score, denk ik, hè? Dus dit kan je meenemen naar de grote finale. Yeah. Voor de grote finale is mijn grote tip. Vertrouw op jezelf. Jullie hebben echt goed je best gedaan. Ja. En ik hoop ook echt dat jullie nog heel veel gaan zwemmen en het vooral heel leuk vinden. Ja, applausje voor de dan. High five. Nou, zet hem op, hè, jongens. Nou, dat was even top met Ranomi Kromo wie Jojo, ja. Hè? Leuk, hè? Ja. Goed. Nou, tijd is aangekomen om de kids te gaan vertellen of ze naar de finale gaan of niet. Ja, ze hebben nu gezwommen in een zwembad, hè, onder begeleiding. Ja. Als we natuurlijk gaan afzwemmen, is dat in open water, zonder begeleiding. Dus ze moeten wel echt goed kunnen zwemmen. Ja, en we hebben natuurlijk vandaag tegen ze gezegd dat ze extra alert moet zijn. Mm-hmm. Omdat we vandaag heel goed op ze gaan letten. Ja. Dus zijn ze er allemaal klaar voor? Nee. Ik hoop dat ik doorga. Ik hoop dat ik doorga. Oké, nu gaan ze het vertellen. Dit wordt het. Ik hoop echt heel erg dat ik door ben. Ik ben wel heel benieuwd wat het antwoord is. Voor wie komt het afzwemmen nu nog te vroeg? Dat zie je volgende week in Zapsport.